Flevoland kiest. Patrick van Heesik, die is vandaag en morgen in de Meerpaal in Dronten. Patrick, goedemorgen. Hoe is het bij jou? Goedemorgen. Nou, het is hier gezellig. Ik ben in de Flevo Meerbibliotheek in de Meerpaal in Dronten en uh, wij staan tussen. Wij zit, ja, we staan nu tussen de dames. Dit is een breiklubje. Die is hier elke donderdagochtend. Zijn die hier? Heel gezellig. En uh, we gaan posters plakken. En de eerste posters zijn vanmorgen al opgehangen. Die ziet u hier hangen. CDA. Die was hier al vanmorgen. En we gaan door met D66. Rob van der Schans van D66, de nummer twee op de lijst. Wat staat er op de poster? Een beter dronten. D66 dronten. Ik zou zeggen, hang hem maar op. Nou, dat gaan we zeker doen. Zo, nou, de poster wordt nu opgehangen. Een beter dronten. Een mooie, glimmende poster. Uh, waarom is die leus eigenlijk bedacht? Nou ja, kijk, iedere partij heeft natuurlijk het beste voor met Dronten. Laten we dat voorop stellen. Maar er zijn een aantal dingen die echt fors beter kunnen. En wij vinden met name dat de woningbouwopgave echt, echt een tandje bijgezet moet worden. Dat is blijven liggen? Dat is zeker blijven liggen. We hebben twee jaar geleden met elkaar als raad een discussie gevoerd over hoe ver Dronten moet groeien. En je ziet dat dat eigenlijk nauwelijks is opgepakt. Terwijl onze kinderen gehuisvest moeten worden, nou ja, de woningmarkt totaal verstoord is. Dus we willen echt wel even daar een behoorlijk gas geven. Want uh, Dronten heeft nu 41.000 inwoners. Dat moet naar 65.000, heb ik begrepen. Ja, dat dus, is een flinke opgave. Ja, dus 43.000 op dit moment? Inmiddels, oké. Okay. We, we groeien ongeveer met 300 woningen per jaar. 350. En dat zou best wel verdubbeld mogen worden. Of misschien nog een ja. tandje extra. Al was het alleen maar voor onze eigen inwoners uh, een huisvesting te kunnen bieden. Nou zijn de resultaten, of de, de, uh, als je het hebt over woningbouw in de gemeente. niet zo heel erg florisant. Het nee. duurt allemaal heel erg lang. Ja. Uh, bijvoorbeeld zwitserland zuid dat, dat, dat speelt al ruim tien jaar. Ja, ja. Uh, hoe gaat het dan? Hoe moet het dan beter worden? Ja, dat betekent dat er in ieder geval fors geïnvesteerd moet worden in, in bestuurlijke slagkracht en in de ambtelijke organisatie om die taak aan te kunnen. Meer ambtenaren, en, zodat er snellere besluitvorming uh, komt. Ja. Maar ook de raad en het college zullen natuurlijk een, een tandje bij moeten zetten. Ja, er is nog niet zo lang geleden een, een rapport uh, gepubliceerd waarin uh, alle drie de partijen, raad, college en ambtelijke organisatie. Nou, niet echt geweldig soepel met elkaar samenwerken. Dus ook daar is wel een verbeterslag in te maken. En hoe gaat D66 dan het verschil maken? We gaan het verschil maken door in ieder geval daar zo harde afspraken te maken met die drie partijen. Dus zowel college, raad als met die ambtelijke organisatie. Zodat we eh, niet voor verrassingen gesteld worden. Dat we ook die taken ook aan kunnen. Dat we de ambtelijke organisatie afstemmen en ook op die groeiopgave... En dat we dus ook daadwerkelijk een forse opgave aangaan met, met, met grote gebieden, met grote aantallen woningen. Met andere woorden, een visie. Ja, ja, een visie. Nou, dank u wel. Bedankt voor de, de mooie poster. Uh, ik, ik praat nog even door hier met een uh, mevrouw die hier gezellig aan het, uh, aan het werk is, aan het breien is. Goedemorgen mevrouw, wat bent u aan het maken? Ik ben een spencer aan het maken voor mijn kleindochter. Ziet er mooi uit. Ja. Nou, wij zijn hier ja, wij zijn een soort van politiek café, ja. uh, maar wij zijn ook een beetje de indringers he, vandaag, want eigenlijk is nee. dit uw, uh, uw ochtend. Ja. Uh, nou, laten we het dan toch maar even over politiek hebben. Uh, gaat u nog stemmen? Ik ga wel stemmen, maar ik ben heel eerlijk hier en ik vind het heel moeilijk waar je nog op moet stemmen. Ja. Waar komt u vandaan? Uit Zwifterland. Ja. En ja, u, er is altijd wel iets bijvoorbeeld in Zwifterland waarvan u zegt, dat moet geregeld worden. Nou, eh, ik vind dat de woningbouw aandacht moet schenken aan de woningen die er moeten komen. Zodat de mensen ook vlotter een woning toegewezen krijgen. Want ik weet dat er woningnood heerst. Het duurt te lang allemaal. Ja, veel te lang. En daar mag best wel aandacht aan besteed worden. Heeft u nog een beetje vertrouwen in de politiek? In, in de drontense politiek? Nou, ik gaf net al aan, ik vind het heel moeilijk. En eh, ja, wat mag je nog geloven? Er wordt zoveel beloofd. Maar er komt heel weinig van terecht. En nou, dat, vind, dat vind ik de moeilijkheidsgraad hierin. Nou, stof tot nadenken. Dank u wel. Zeker weten. Ik ga nog even terug naar, uh, ja, naar u, uh, er worden te weinig beloftes nagekomen. Ja, dat herken ik ook wel. Uh, zeker als het om Zusterband Zuid gaat, uh, er soort vertraging om vertraging natuurlijk ontstaan. Omdat er gewoon echt een bar slecht bestemmingsplan uh, is opgeleverd. Nou, dat betekent weer een nieuw bestemmingsplan. We zo weer een jaar verder. Eh, overigens zijn de procedure in ons land echt wel schrikbarend lang aan het worden. We worden best wel een beetje een bureaucratisch land. Dus ook dat zou wel handig zijn als er vanuit landelijke politiek ze even wat opgepakt wordt. En ik heb begrepen dat ze dat ook gaan doen. Kortom, doorpakken. Nou, dankjewel, uh, Rob van der, uh, sorry, even nog. Uh, Rob van der Schans. Ik moet even spieken op mijn briefje. Voor de poster. En uh, ja. Zo dadelijk gaan we debatten voeren hier in de Flevermeerbibliotheek Bibliotheek in de Meerpaal in Dronten.